Wij verkopen sport- en spelmateriaal en we zijn gespecialiseerd in het klein materiaal. Dus alles wat in een gymzaal ligt. Nou, onze grootste groep zijn scholen. Denk daarbij aan alle type scholen, maar ook aan gemeentes waarbij we de hele gymzaal moeten inrichten. Kinderdagverblijven, BSO's, verenigingen, politie, versportmateriaal. Dus eigenlijk de doelgroep is heel groot. Wij verkopen schoolplein kliko's. Klinkt misschien heel bijzonder, maar we bieden aan scholen 4 kliko's aan, gevuld met sport- en spelmateriaal. En deze zijn gespecificeerd op de leeftijdscategorie van de kinderen. We hebben een eigen sportmerk, Guta. Dat hebben wij gedaan omdat we de voorraad zelf in de hand willen houden. We willen niet afhankelijk zijn van anderen en we willen de kwaliteit kunnen waarborgen dat we een vinger in de pap hebben. We hebben hockeysticks, voetballen, foamballen, trefballen, allemaal onder een eigen label. Ik ben blij dat wij in het gat zijn gesprongen. Want andere bedrijven bieden alleen het grote materiaal aan. En wij zijn gericht op het kleine materiaal en daarbij het advies van ons als oud-gymdocenten. En voor de rest is het natuurlijk fantastisch dat je gewoon met je hobby bezig kan. Ik wil een pand hier in Ede laten neerzetten. En in dat pand in de winkel moet een groot speelveld komen. Want ik merk hier in de winkel dat heel veel gymdocenten echt heel erg druk worden. Van altijd het materiaal uitproberen, testen. Ik wil een speelveld waar ze kunnen komen en alles kunnen uitproberen. Dat is een droom. Dat gaat gebeuren.